Laat ik inderdaad vooropstellen dat wij ook als CDA inderdaad altijd hebben gezegd dat Winterswijkse bedrijven inderdaad voldoende ruimte moeten hebben om zich te kunnen blijven ontwikkelen in de toekomst. Maar de uitkomst waar het college nu mee komt, dus een circa 18 hectare groot industrieterrein aan de Misterweg, een van de invalswegen van Winterswijk, nou, dat vinden wij echt een slecht plan. Maar goed, die 18 hectare komt er niet in één keer. Nee, die komt er niet in één keer. Maar als je eenmaal die weg hebt ingeslagen, dat het een trein daar moet komen, ja, dan zal het uiteindelijk toch wel komen. En daar zijn we juist bang voor, want wij vinden dat geen goede keuze. En welke alternatieven zijn dat dan? Nou, dan moeten we eigenlijk eerst even terug even een beetje naar de feiten, naar het begin. Kijk, het college zegt we hebben 18 hectare nodig. En dat is gebaseerd op het doortrekken van lijnen vanuit het verleden. Ze hebben gezegd, nou, in het verleden hadden we zoveel hectare per jaar nodig. Dus ook voor de toekomst. Nou, wij betwijfelen of je zomaar die lijn mag doortrekken. Er is op dit moment best heel veel aan de hand in de maatschappij. Bijvoorbeeld, zijn de werknemers er nog wel de komende tijd? We zien allemaal dat er nauwelijks mensen te krijgen zijn. Maar ook, wat heeft corona gedaan zo meteen? Gaan al die bedrijven nog wel op diezelfde manier door? En dan, wat misschien nog wel veel belangrijker is, de afgelopen jaren hebben we een aantal grote ruimtevragers, die hebben de ruimte gekregen. Neem een Obelink, neem een Winterwarden. Dus die hebben al een plek. En daarnaast zien we nu ook dat Philips of Signify, dat die weggaan, dat er dus nog eens een keer extra 5 hectare vrijkomt. Nou, tel dat nog eens een keer op bij de spoorzone die er al jaren ligt. Dan heb je zo 7 hectare op voorraad nu, al op dit moment. Kijk nou eens even aanvullend op die 7 hectare plus wat het windwarm achterlaat. Dan heb je toch over 8, 9 hectare misschien. Ga nou eens aanvullend op die bestaande bedrijventerreinen. Eens kijken van, wat ligt daar nog aan ruimte? En ook binnen de bedrijventerreinen zelf. Dan heb je in ieder geval voor de komende jaren meer dan ruimte genoeg. En kun je de komende jaren te benutten om te kijken van hoe ontwikkelt zich nou de maatschappij de komende tijd? Hoe zit het met al die werknemers? Maar goed, wethouder heb ik dit ook allemaal gevraagd. En die blijft toch volhouden dat dit voor de midden- en lange termijn nodig is. Ja, dat betreft is heel stellig. Maar waar is dat op gebaseerd? Puur en alleen op het doortrekken van een lijn vanuit het verleden. Het verhaal, we hadden in het verleden... Nou ja, en nodig. Op de regionale... Het onderzoek van de provincie wat gedaan is in samenwerking met de gemeente. Ja, maar dat is gebaseerd op diezelfde aannames. Dus, En er is een enquête geweest onder Winterswijkse bedrijven. Die wij helaas nooit mochten inzien. Nee, wij wel. Wij hebben dus niet de indruk wat er nou in staat. Ja, nou ja, wij hebben het wel mogen inzien. Ik mag geen detailinformatie uitgeven, maar ik kan wel zeggen, als je op basis van die enquêtes een keuze wilt maken, dan ben je snel klaar, want zoveel staat er niet in. In ieder geval niet iets waar je zo'n keuze op kunt baseren. Dus de aanvankelijke enthousiasme dat er iets ging gebeuren, is nu wel helemaal omgeslagen in teleurstelling, of hoe moet ik het noemen? Nou, laat ik zeggen, er moet echt wat gebeuren. En wij zeggen ook richting college van, joh, ga nou actief aan de slag met dat terrein van Philips en met die spoorzone. Pak dat nou proactief op. Zodat bedrijven die nu al zitten springen om ruimte, dat die in ieder geval ruimte krijgen. En gaan vervolgens nog eens even goed kijken bij bestaande industrieterreinen of je aansluitend daarop wat kunt vinden. En wij zeggen dat, want als je aansluitend op bestaande terreinen gaat zoeken, dan heeft dat veel minder impact op natuur en landschap en ook op je agrarische structuur, dan dat je nu in het buitengebied in één keer een groot terrein gaat ontwikkelen. Maar goed, dan zegt de wethouder, die locaties zijn duurder om te ontwikkelen dan nieuw. Ja, en dan zeggen wij, gaan we nou voor kwaliteit in Winterswijk of gaan we nu voor de centen? En dan zegt het CDA, dan zouden wij liever iets meer uitgeven dat wij gewoon een goed plan hebben, wat ook kan rekenen op draagvlak en wat het minste impact heeft op ons waardevolle landschap, dan dat we nu kiezen voor de centen, voor de goedkoopste oplossing. Waar wat ons betreft, waar we bang voor zijn in ieder geval, dat je daar heel lang spijt van gaat krijgen. Dus CDA gaat het tegen dit voorstel stemmen? Ja, het college zal nog met een heel goed verhaal moeten komen om ons te overtuigen dat wij voor gaan stemmen. Dus zoals het er nu voor staat, gaan wij hier niet mee instemmen.